Adriaan, we zijn een paar dagen na het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Hoe ging het afgelopen woensdag? Ja, het ging beter dan ik had verwacht. Vijfde plek en van tevoren vond ik het toch wel moeilijk in te schatten. Veel gekoerst de laatste tijd, maar ik wist niet zo goed hoe die tijdrit zou lopen. En ik had tijdens de tijdrit had ik het wel echt zwaar. Maar met vijfde plek ben ik uiteindelijk wel aardig tevreden. Goed, we staan vandaag bij het NK voor de weg. Met welke ambities sta jij aan de start vandaag? Ja, ik hoop dat het een zware koers gaat worden en dat er een groepje wegrijdt. En dat ik wellicht nog dat ik mee zit en wat kan doen. En anders gaan we het zien. Misschien voor Arvid, misschien in de sprint. Er kan van alles gebeuren. Ik wens in ieder geval heel veel succes vandaag. Patrick van der Duin, we staan op het Nederlands kampioenschap. Had je dit van tevoren verwacht? In december had ik dit wel verwacht, maar hebben we pas vorige week de keuze gemaakt om hier te staan. Mede omdat we gewoon 6 man nodig hebben om met de auto in koers te komen. En de laatste maand is het herstel gewoon sneller gegaan dan verwacht. En, ik voel me hartstikke goed, gezond en fit. En, de knie doet goed mee. Hoe zijn de trainingen gegaan de afgelopen week? Afgelopen week heb ik weer wat rustig aan gedaan. En langzaam kwam er wat overbelasting in. Voelde ik in de paces en zo. Maar de weken ervoor heb ik goed getraind. Gewoon lekkere duurtraining gedaan. En een paar keer naar Groningen geweest op het wielerbaantje. Wat intensiever. Maar niet zoveel als in een normaal vol seizoen. Maar genoeg om lekker mee te doen, denk ik. Kan je nou zeggen voor jezelf dat je seizoen gewoon helemaal naar de klote is? Absoluut niet. Ik denk dat het seizoen nog maar op de helft is en ik denk dat er nog een hele mooie tweede helft aan gaat komen. Zeker als je ziet dat de Olympiastour pas eind september, oktober is. En dan zit er zeker nog wel mooi zin. Richt je hier nog meer op dan alleen? Han, Nederlands kampioenschap, altijd speciaal. Ja, zeker altijd speciaal. In het verleden natuurlijk wel eens kampioen van Nederland gehad, lang geleden. De laatste jaren hebben we er bewust voor gekozen om toch een mix van beloften en elite renners te hebben. En dat betekent dat je tegen een overmacht moet vechten van Rabobank met 15 man. En dat is, ze kunnen zoveel scenario's uitspelen dat het gewoon een moeilijke zaak wordt. Maar we gaan er uiteraard wel voor. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En het is in het verleden wel vaak gebeurd dat we natuurlijk voor een verrassing hebben kunnen zorgen. Gelukkig hebben we al een rood-wit-blauwe trui binnen met Tim Rodenburg afgelopen woensdag met de tijdrijder. Dus die hebben we in ieder geval al op onze palmares staan. Ja, en voor de rest hebben we een zeer gemotiveerde, strakke ploeg die er vol voor gaat. Je staat met 6 renners. Ja, met 6 renners. We hebben natuurlijk 8 renners. Nou goed, het verhaal van Gijs is natuurlijk bekend. Is helaas niet meer onder ons. Michael Bos heeft de ziekte van Vijver, dus die moeten we ook missen. Dus ja, dan mogen we nog blij zijn dat we denk ik met 6 renners kunnen rijden. En er zijn in ieder geval wel 6 heel gemotiveerde renners. De renners die zijn al sinds gisteravond bij elkaar. Hoe is de stemming onder de renners? Goed, we hebben uiteraard gisteravond nog even een stuk appelgebak genomen op de feestvreugde. Tim Rodenburg had heerlijk appelgebak meegenomen. En voor de rest, de euforie is er zeker naar aanleiding daarvan. Dus de mensen gaan wat dat betreft wel met een goede moraal van start. Wat zijn de woorden die de wethouder van Vrij Overkee graag wil zeggen? Nou, natuurlijk wensen jullie heel veel succes. En ik hoop, als jullie nog fietsen zijn, dat we al jaren zijn waar we het einde van de over komt. En jullie ook een beetje om je heen kijken hoe mooi het is. En wij zeggen dan, stel dat hier nog mee kan wonen. Maak er daar gewoon ruimte voor. Voor je Overkee, mijn eiland, dat is onze slogan. En we hopen ook naar vandaag en naar morgen dat het ook een beetje jullie eiland is. Dus ik wens jullie heel veel succes. En doe je best. Kijk. Thank you.
de tijd om eerst over de fileslijn te komen. 3, 2, 1. Arend-Jan van Rutte, de wethouder innovatie, loterij, visserij, gebiedsmarketing, heeft het zijn van vertrek gegeven. Dit kampioenschap van Nederland voor de renners tot 23 jaar. En het alle mannen veel succes. De rondetijd, Daantje. 19 minuten 13, snelste tijd tot op dit moment. Voorbij komen, Stef Krul. Van het Matec TKH Cycling Team met Adrian Jansen. En op kleine achterstand de passage van Tristan Groot. Van de... In de combinatie met fietsen, trainen en school. Maar Tim heeft het plezier weer helemaal te pakken. Ik denk dat we echt bij de lange wedstrijd nog kunnen zitten. En de overslaan van de nummer 15, Hartijs de Vries. Drie mannen van het verhaal van de Vries. 28. Het is een mooie rappertijd. 14 seconden lang staan op de snelste tijd die we hadden. Aanvallers worden beloond met Jasper de Laat, de man van Tempo. En dan kijken we naar het peloton. Laatste ronde mannen, laatste 14,4. Dat ben jij, dat ben Nederland. En dan zien we ook maar de mannen van Kanjes voor Kanjes. Eén man ligt vooruit. Eén man is er licht vooruit. Maar oh, wat een eindsprint wordt dit. Dit wordt een massasprint. Hier wordt alles ingereid, uitgebracht. De aankomst rechter staat op scherp. De camera staat op scherp. En wie gaat het dan halen? Wie heeft de rapste benen? Van de mannen tot 23 jaar jong. Hier gaan ze komen. Met de man van Fabio Jacobsen die het hier gaat halen. Fabio Jacobsen voor Timmy Arendt, mannen van Zeg Racing. Thank you.
Applaus voor de nieuwe Nederlands kampioen Fabian Jacobsen. De man met de zilveren medaille Tim Arissen. En op de derde plaats de winnaar van de bronzen medaille Martijn Bunning.